Deel 2 van ARK 108 of 9. Omdat dikke lag, dikke frame lag, wat ik nou nog steeds heb. Lage FPS, wat is dit nou toch, joh? Ah, ja, zo kan ik toch niet spelen, mensen. Ik moet volgens mij even mijn computer, moet gewoon even een hard fabriek reset en mic of zo. I don't know, man. Jimmy, zet gamma aan, ik zie niks. Nee, ik zie ook niks, omdat ik dikke lag heb, gek. Zijn ze nog? Uberbepje staan nog binnen. Of kan ik looten? Ik weet het niet. Ik zet in ieder geval even snel een andere rocket launcher in mijn C4'tjes. En we gaan boom boom en dingen doen. Maar ja, ik denk niet dat er überhaupt iets te looten valt, joh. In de scroll grind, ik zie ook niemand meer. Gambench, allemaal gasoline in de gambench. Kan ik niks mee, cryofritjes, ja. Daar heb ik eigenlijk ook niks aan, denk ik. Oké, okay, beam. Ja, de zijn geloot eruit. Ah, hier heb je nog wel wat dingen, I guess. Stego's zijn niet nodig. Die pterodons heb ik ook niet nodig, 46 HP. Perry de platapoes. Ja, ik gebruik het wel gewoon als trashval dino's. Ik zie niemand meer, man. Oeh, narcoberries. Ik heb alle battle gesloopt, toch? Element shard, ja, kan ik ook niet veel mee. Transferable element heb ik eigenlijk ook niks aan. Ja, ik weet niet wat het is, man. Het is echt treurig. Echt, de FPS is heel treurig. Dus ik weet niet wat de fuck hoe dat kan. Dus na deze video ga ik echt even mijn computer fixen of zo, man. Want dit moet aan de computer liggen, man. Sowieso. Maar volgens mij zijn ze al weggegaan. Ik heb alle turrets al down hier. Ik repliqueer het. Ja, nee. Oh, hier zit ook allemaal niks in. Oh, hier wel, tasje. Hey, artifacts. Chill, daar kan ik autocrafters mee maken. Dat is wel relaxed. Not gonna lie, man. Autocrafters wil ik op zich wel gebruiken. Voor de rest, ja, boeit het ook niet zoveel wat hier allemaal in ligt eigenlijk. Hide, ja. Ja. Ik ben gewoon vooral blij dat het neer is, eerlijk. En de materials, dit heb ik allemaal niet nodig wat hier ligt. Nee, dit is ook gewoon allemaal half. Oké. Okay. Beam. Zo, jezus. Ook dikke lag met die explosies, hè. Klopt echt geen ene saus van, ouwe. Echt niet. Hoppa. Nou, dat doen we maar even op deze manier. Beamengage. Ja. Rocketje, ja. Ja, wat heb ik ervan? Blueprints. Allemaal blueprints waar ik niks aan heb. Oké, okay, top. Nog een vault. We hebben hier niks. Sick. En dan hebben we hier nog een vault. Wat hebben we hier? Niks. Nee. Een vault en we hebben hier niks. Nice. Vault. En we hebben hier niks. Oeh, wacht. High armor, die je bijvoorbeeld. Dat is wel lekker om te hebben. Deze vlak. Nee, lage durability voor vlak. Ja, die kan ik op zich nog pakken. Zijn cheap om te craften, weet je wel. Maar als je hoge durability hebt en dan journeyman. Dat is lekker hoor. Dat is nice. Action, pterodon, nee. Nee, dat is niks. En een storage. Maar ja, alle mastercraft en ascend blueprints die zijn dus al weg. Of zo. Zit hier nog metalen of... Nee, ook niet. Dit is allemaal weg. Hebben we hier nog een vault? Black pearls heb ik niet nodig. Metal, ja. Nee. Nee, heb ik niks aan. Ja. Wat een treurige loot. Was dit? Nou, hier hebben we nog één vault. De laatste lucky vault. Gaan we hier iets uitkrijgen? Jee of nee? Volgens mij is er ook helemaal niks in, letterlijk. En hier beneden nog iets, alleen wel stego's. Breeds heb je daar nog wel, zo te zien. Dan rennen we even snel naartoe. Er zijn stego uit, ja, die heb ik niet nodig. Ja, dan staan hier nog turrets, ja. Ja, dat was hij. Dit was hij, de loot. Ik weet het ook niet. Deze valt nog. Oh, hier zijn de blueprints. Oké, gevonden. Compoundbootjes, altijd welkom. Vlak handschoenen, die zijn trash. Allemaal trash. Shotgun, ja, is ook al trash. Kwets, bla bla bla. Nee. Gargo. Oh, dat is op zich wel nice. Oké, Uberhannes, we gaan er vandoor. En mensen, thanks voor kijken naar deze aflevering. Wat een chaos. Ik hoop oprecht dat het een beetje goed eruit komt in de edit. Omdat die frames dus zo laag zijn. Maar ik ga even kijken waar het aan ligt, want dat schiet natuurlijk niet op. We did it. Peace.